van harte welkom uiteraard iedereen. En ik stel voor dat we beginnen met het zingen van een lied. En dat is Grote God, U loven wij. Althans, daar is dit lied op geënt. Deze samenkomst beginnen met dankgebed. Machtig God en Vader, wat een geweldige waarheid die we zojuist bezongen. Dat oude lied over uw geweldige trouw, die alomvattend is. En zoals dat ook in menige dienst vanmorgen in dit land klinkt, u bent de God die nooit laat varen de werken van uw hand. Oftewel, u laat nooit werkelijk, definitief verloren gaan. En dat is de geweldige rotsgrond waarop we mogen bouwen. Dat totaal niet afhankelijk is van wie wij zijn of wat wij doen of gedaan hebben. Maar puur op wat u bent als de schepper, maar ook als de redder van deze wereld. En u staat daarvoor garant. En wat een geweldig bericht is dat. Is het geweldig dat licht ook mag schijnen in onze harten. En dat dat licht straalt vanuit uw woord en dat het ons verlicht. Heer, we danken u dat we dat hebben mogen verstaan. Tegen alle andere andersluidende beweringen in en tradities van mensen en godsdienstigheid. Dat we mogen staan op die geweldige waarheid van genade alleen. Heer, we danken u dat die genade geopenbaard is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de dood van zijn kracht beroofde en die opstond in onvergankelijk leven en dat dat leven het deel zal worden van elk mensenkind. We danken u dat we daarvan nu al als eerstelingen op de hoogte mogen zijn. We danken u voor het geweldige licht van uw woord dat we ook vanmorgen weer met elkaar mogen openen. Om daarin onderwezen te worden. Om van daaruit ook zicht te krijgen op uw plannen, op uw wegen, op de geschiedenissen, op de diepere betekenissen.
En Heer, het is onze bede dat we daarbij ook steeds meer mogen gaan verstaan, mogen leren, ook wat het in de praktijk betekent, dat u de God bent die alles een plek geeft. Zo dragen we in vertrouwen ook de samenkomst van vanmorgen bij u op. En geef dat we hier ongehinderd in rust wat mogen zitten, zodat we ook in staat zijn om te ontvangen vanuit uw woord. Help ons in het spreken, in het luisteren. En in vertrouwen leggen we alles in uw handen. Amen. We zingen nog een lied voordat we de Bijbel gaan openen. En dat is dit lied over de naam van God. Ik zal er zijn. Beperkte tijd die mij vanmorgen is gegeven, pakweg 3 kwartier, wil ik u vanmorgen eens bepalen bij Bijbelse geschiedenissen, beste vrienden. Ik heb het als titel meegegeven, Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht.
Ik heb er een eentje bij gezet, want ik kan u vertellen, er gaan meer bijeenkomsten onder deze overkoepelende titel volgen. Want vanmorgen beperken we ons tot een zekere periode die we in de Bijbel feitelijk maar in 11 hoofdstukken vinden beschreven. Eigenlijk is het zo dat de helft van de Bijbelse geschiedenis, dat beslaat in totaal een periode van 4000 jaar, maar die eerste helft, de eerste 2000 jaar, die wordt slechts in 11 hoofdstukken beschreven. En de andere helft, ja, dat is de rest van de Bijbel. En dat is in die zin, chronologisch gezien, wat oneerlijk verdeeld. Maar wij gaan vanmorgen dus de helft van die Bijbelse geschiedenis, van de Oud-Testamentische geschiedenis, als ik het wat beter zeg, behandelen. Nou ja, in vogelvlucht. Het is niet een specifieke geschiedenis. Nee, we gaan een lijn volgen. Zoals je een rivier, zeg maar, volgt en vanzelf dan wel ziet waar die uitkomt. Van Adam tot Abraham, dat is de ondertitel. En wat we gaan doen is een tijdlijn volgen. En dat is van belang. Om namelijk de geschiedenis ook te verstaan. Ik heb al heel vaak gehoord allerlei mensen die dan zeggen van ja, ik ken allerlei Bijbelse geschiedenissen, verhalen wel, maar de samenhang ontbreekt. Ik weet niet precies waar ik de dingen nou precies moet plaatsen. En dus ontgaat je het hele verband. Wat volgt nou op wat? Ik heb expres eventjes een plaatje gegeven van een ruggengraat. En dat is feitelijk ook de functie die een tijdlijn heeft in de geschiedenis, in de historische kennis in het algemeen. Het is een wervel, het is een graad, een lijn. En daarin staan allemaal, heb je van die wervels, scharnierpunten waarin je de feiten kunt plaatsen. En het is van belang dat het een op het ander aansluit. Alleen zo is het te verstaan. Dus om de geschiedenissen een plekje te geven en ook het geheel, het verband te overzien, is die tijdlijn heel erg belangrijk. En dat wil ik vanmorgen en de eerstkomende bijeenkomsten, misschien met een onderbreking, dat weet ik nog niet, graag eens met u doen. Ik heb ooit een paar jaar geleden een serie studies echt over dit onderwerp gegeven, maar mij is gevraagd om dat ook eens een keer wat, misschien wat simpeler, wat eenvoudiger, ook in samenkomst als deze uiteen te zetten. Want er bestaat gewoon ook behoefte aan om de dingen in die zin ook te gaan zien. Waarbij ik als het ware deze disclaimer ook nog even geef. In deze serie ga ik alleen maar uit van de gegevens die de schrift ons aandraagt. En dat betekent, ik ga ook geen linken geven naar de gangbare jaartellingen. Ik ga dus niet spreken over voor en na Christus. Dat lijkt wel heel bijbels, hè, door te spreken over voor en na Christus. Ik zeg ook niet dat het tegen de schrift is. Maar ik wil rekenen vanuit Adam. Ik wil trouwens ook nog, dat is ook een belangrijk punt, als ik zeg van dat ik alleen de schrift daarbij als uitgangspunt neem, alleen de Bijbel dus. Puur de Bijbel, en that's it. En dat betekent dus ook dat allerlei andere chronologieën, bijvoorbeeld de hele beroemde Egyptische chronologie, helemaal compleet buiten beschouwing laat. Is dat niet interessant? Ja, buitengewoon boeiend, maar daar hebben we het nu niet over. Trouwens, dit lijkt mij ook een heel betrouwbaar uitgangspunt. Als je eenmaal weet wat de Bijbelse lijn is, ja, dan kun je vervolgens ook allerlei andere lijnen en daarvan afwijkende lijnen ook beter beoordelen en in het juiste perspectief plaatsen. We rekenen, om het eventjes heel deftig te zeggen in het Latijns, anno hominis. Oftewel afgekort aha. En zulke belevenissen zult u ongetwijfeld ook deze serie wel opdoen, van die aha-erlebnissen. Maar dat is een Nederlands woordgrapje dan. Het aha of anno hominis betekent het jaar van de mens. Dat wil zeggen, we rekenen vanaf de komst van de eerste mens. Oftewel, we rekenen gewoon vanaf Adam. En de Bijbel doet het ook. En
Nou, laten we gewoon maar de koe bij de horens vatten. En dan, ja, de eerste mens. Ik bedoel, dat is, al weet je heel weinig van de Bijbelse geschiedenis, dan weet je toch in elk geval wel te vertellen dat het de eerste mens was Adam. Nou, we gaan dat eens bekijken. In Genesis 5, dan lees je, ik moet er ook nog even bij zeggen, dat is natuurlijk een totaal andere tijd. Het was een andere, om het Bijbels te formuleren, een andere aion, een heel andere wereldtijdperk, totaal andere leefomstandigheden, ook klimatologisch. Alleen al het feit dat de mensen zo stok en stok oud werden. Ja, ik bedoel, iemand is hier die 100 is stok oud. In de aion, in de wereldperiode voorafgaand aan de zondvloed, was je daar nog een jonkie hoor. Echt een jonkie, want dat zijn trouwens dingen die zich straks in de Messiaanse tijd, waarin er nog geen sprake is hier op aarde van onvergankelijkheid, maar ook dan zullen, dan lees je in de Bijbel, de mensen de leeftijden hebben van als de bomen. En dan lees je dat een 100-jarige als jongeling zal sterven. Als een jongeling dan zal omkomen, dan is hij is nog maar 100 jaar. Zo, dat is totaal andere orde. En weliswaar zijn de mensen nooit het millennium overschreden. Ze zijn nooit ouder geworden dan 1000 jaar. En de oudste is geworden Methusalem. Ja, die is spreekwoordelijk zelfs geworden. Hè? Methusalem, 969 jaar. Een respectabele leeftijd. Maar altijd binnen die perken van 1000 jaar. Dat is trouwens heel opmerkelijk, eventjes terzijde. Je leest in Genesis 2 dat God tegen Adam zegt, ten dagen dat je van de boom eet, zul je stervende sterven. En je kunt daaronder verstaan van, ja, vanaf toen ging hij langzaam dood. Je kunt het ook anders nog lezen, namelijk dat hij, als hij eenmaal van de verboden vrucht zou hebben gegeten, dat hij in die dag zou sterven. In die dag. Maar dan moet je eerst ook andere dingen gaan verstaan. Namelijk dat het in de Bijbelse perceptie van tijd, God rekent een dag als 1000 jaar. Dus als hij in de dag zelf, dat hij die van die boom at, stierf, dan betekent dat hij binnen dat millennium zou omkomen of zou sterven. Dat is trouwens een gedachte. We hebben het er op deze plaats veel vaker over gehad, maar we zullen het daar ook in de vervolg van de serie ongetwijfeld nog wel over hebben, want we gaan zulke bijzondere structuren ontdekken. Dat is echt fenomenaal. Vanmorgen valt het nog mee wat die onderliggende structuren betreft, maar wat je straks in de loop van de serie gaat zien, dan zeg je van, dit verzint geen mens. Ik zeg het nu al even bij voorbaat. Een aantal mensen van u kunnen dat al hardgrondig beseffen. Of onderkennen en beamen. Maar het is echt geweldig. Zoals die lijnen zich dan gaan ontpoppen. Afijn, Adam, de eerste mens. Overigens, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen, dit zijn verslagen van de vaderen zelf. Je leest in Genesis 5 ook, dit is het boek van Adam. Adam heeft dit allemaal zelf te boek gesteld. En daar hebben we ooit jaren geleden een keertje ook een aantal bijeenkomsten aangeweid aan de Toledot. Aan die registers, aan de boeken die de vaderen zelf hebben opgetekend en zo ook de generaties doorgegeven zijn. En uiteindelijk is het Mozes geweest die verslagen van Adam en van Seth en van Noach en van de zonen van Noach, die heeft ze allemaal gecompileerd, geredigeerd in één boek, samengebracht in het boek Genesis en vervolgens aangevuld met nog weer andere boeken. Maar dat betekent dus dat het boek Genesis, dat is heel bijzonder, dus ooggetuigen verslagen zijn. Het is maar niet zo dat 1000 jaren later is dat alsnog op papier gezet en dat het eerst mondeling is overgeleverd, omdat de eerste mensen nog zo primitief waren en niet konden schrijven. Forget it, dat is niet zo.
Het is niet zo van ze waren toen nog heel primitief en later ontwikkelden ze zich. Misschien hebben ze zich wel ontwikkeld, maar dan is het toch vooral verder van huis. Ja. De vaardigheden en de wetenschap, de kennis ook, die men in eerste instantie had, die is men juist gaandeweg kwijtgeraakt. Dat geldt ook voor religieus besef. Men wist in aanvang allemaal van één God. En later is dat allemaal die kennis, ja, zoals dat met een mooi woord heet, geperverteerd. Dat wil zeggen, het is pervers geworden en werd het meer godendom. Dat is geen evolutie, dat is een devolutie. Dat is een neergang. Oké, Genesis 5. Daar lees je, en Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, zoals hij ooit zelf gemaakt was, naar of in Gods beeld en gelijkenis. Hier lees je Adam, hij gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Set, wat trouwens zoiets betekent als plaatsvervanger. Dit was ook na het overlijden van Abel. Ik zei al, het is een vogelvlucht, dus ik kan niet te diep op al die dat soort details ingaan. Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. En zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf. Ik meen dat dit ook de versie overigens van de Statenvertaling is. Dat is, die is wat preciezer daarin. Dus vandaar deze keuze. Dat is heel grappig, zoals de Bijbel dat ook vermeldt. Ik noem dat hier even een double check van tijdvermeldingen. Eerst wordt er gezegd, hij leefde 130 jaar. Vervolgens wordt er gezegd, daarna, en op zijn 100, toen hij 130 was, toen gewon hij een zoon met de naam Seth. Vervolgens wordt er gezegd dat hij daarna nog eens 800 jaren leefde. Alsjeblieft. En dan vervolgens wordt het totaal nog even vermeld. Namelijk dat dat 930 jaar is. Waarmee dus ook echt gezegd is van, er wordt gerekend. Dat dit had in feite achterwege gelaten kunnen worden, om het totaal te noemen. Maar dit wordt juist er eigenlijk ook bij gezegd van, de leeftijden worden bij elkaar gewoon opgeteld. Keurig. En al zodanig ook vermeld. Dat is eigenaardig, want als je die geslachtsregisters, wat natuurlijk om aan tafel voor te lezen buitengewoon droge en saaie kost is, dat geldt voor meer geschiedenissen, die zijn er ook eigenlijk niet zozeer om gelezen of voorgelezen te worden, die zijn er om onderzocht te worden. Dat geldt voor de schrift trouwens in het algemeen. Maar die registers die de Messiaanse lijn volgen, dat wil zeggen die de lijn uiteindelijk bij de Messias, waarbij de lijn uiteindelijk bij de Messias uitkomt, alleen die registers die vermeldt en rekent met de jaren. Want als je in Genesis, dit is dan Genesis 5, maar als je in Genesis 4 leest, daar wordt de lijn van, niet van Seth genoemd, maar de lijn van Kain, daar worden weliswaar de diverse opeenvolgende generaties genoemd, maar zonder vermelding van hoe oud ze werden enzovoorts. Die worden daarbij niet genoemd, dat is niet, kennelijk niet interessant. Maar de jaren worden gerekend slechts voor zover ze de Messiaanse lijn volgen en daarin van belang zijn. Hetzelfde heb je als je na de zondvloed in Genesis 11, dan wordt de lijn van Sem gevolgd. Ook daar worden de leeftijden van vermeld. Terwijl in Genesis 10 vind je ook een heel uitgebreid geslachtsregister. Er worden de nakomelingen, de zonen, de erfgenamen van Jafet en Gam, die andere twee zonen van Noach, genoemd. En dan worden die jaren niet genoemd. Waarom? Wel, uiteindelijk, God spitst de lijn toe op Sem en via Sem komen we bij Abraham. En dat is de lijn die uiteindelijk, iedere keer wordt het meer specifiek en uitgekristalliseerd en uiteindelijk komen we bij de Messias uit. Maar die Messiaanse lijn, daar worden de jaren vermeld en gerekend. Voordat we nu verder gaan, moet ik er nog iets bij zeggen. En dat is dat de Bijbelse tijdrekening, ik wil niet ingewikkeld maken, maar die is inclusief. Het is van belang om de rest van het verhaal ook te volgen. Dat in tegenstelling tot de onze.
Wij rekenen exclusief. Wat bedoel ik daarmee? Wel, het eerste jaar in de Bijbel is gewoon jaar 1. Wij niet. Wij rekenen het eerste jaar als jaar 0. Je wordt geboren en dan ben je nog 0. En dan heb je je eerste verjaardag gehad. En dan ben je 1. In de Bijbel is het niet zo. Dan ben je gewoon vanaf de geboorte in je eerste jaar. Dan ben je dus 1. En dan als je jarig wordt voor de eerste keer, begint het tweede jaar. Ben je dus in je tweede jaar. Wij kunnen het ook wel zo zeggen, maar we zeggen van, ik zeg bijvoorbeeld, ik ben 56 jaar oud. Ja, over een maand. Ja, toen werd het even stil. Zo zeg. Ik hoor sommige mensen denken, die jongen die mocht willen dat hij zo oud werd als dat hij eruit zag. Hè? Nee. Maar goed, ik ben 56. Over een maand hoop ik 57 te worden. Ik zeg, als ze aan mij gevraagd hoe oud ben, dan zeg ik 56. Eigenlijk, ik ben in mijn 57ste jaar. Ja? Dus als bijvoorbeeld hier staat Adam verwekte Set. En dan wordt er gesproken over 130 jaar. Dan was hij niet 130 jaar oud, hij was in zijn 130ste jaar, wij zouden zeggen, hij was 129 jaar oud. Kom maar nog wat. Ik ben 56, pakweg 9. Maar dan moet je er trouwens nog iets bij zeggen, want dat geeft nogal verschil, zeker als je dan allerlei, een heleboel leeftijden bij elkaar gaat optellen. Want dan krijg je marges. Kijk, als ik zeg ik ben 56... ik ben bijna 57. Ik ben meer 57 dan 56. Of laat ik het anders zeggen, ik zit er dichterbij. Dus was Adam hier toen hij Seth gewoon 109... Ja, hij was in zijn 130ste jaar. Maar was dat aan het begin of aan het einde? Kijk, sommige mensen... Meestal is het zo dat in de gangbare genealogieën over de Bijbel... worden al die jaartallen gewoon domweg bij elkaar opgeteld. Maar dat veronderstelt alsof al die oudvaders, zeg maar, die patriarchen, geboren zijn op de verjaardag van hun vader. Nou, dat kan, maar de kans is 1 op de 365. Dus dat is een marge. Het kan het begin van zijn 130ste jaar geweest en het kan het einde. Nou, hoe reken je dan? Als je goed wil rekenen, dan zeggen van, nou, dan nemen we gewoon de halverwege het jaar. Dan zit je... Dan vanwege die marge. Dus we rekenen om te middelen dat Adam in zijn 130ste jaar was, namelijk, en dan schrijf je als getal op 129,5. Zo reken je dan. Zo gaan we nu ook vervolgens daarmee verder. Dan gaan we eventjes de generaties door. We hebben nogal wat te gaan. Dan lees je in Genesis 5, vers 6, en Seth... Die leefde 105 jaren en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaren en hij stierf. Ook hier dus weer hetzelfde patroon. Hij leefde nadat hij die zoon had verkregen nog zoveel jaar en dat wordt dan keurig bij elkaar opgeteld en that's it. Dus dan krijg je eerst Adam die in zijn 130ste jaar, we rekenen 129,5... Seth gewon en vervolgens kreeg Seth Enos en die was in zijn 105e jaar en we rekenen dus 104,5 jaar. Zo, het is niet zo moeilijk, maar je moet het eventjes doorhebben. En trouwens, ik heb hier ook meteen even bij vermeld, dit was dus in het jaar 234. Aha, ja, dit was in het jaar 234 sinds Adam. Zo moet je eraan rekenen. We gaan verder. Je krijgt dan... We weten trouwens niet zo bar veel hoor, over deze mensen. Over Seth weten we feitelijk nauwelijks meer dan deze lijn. Namelijk wie hij gewon. Nou ja, eigenlijk wordt er maar één figuur ook genoemd. Vermoedelijk de eerstgeborene. En het feit dat er nog staat, en hij gewon zonen en dochteren. De populatie van mensen is in die dagen waarschijnlijk ook gigantisch, explosief toegenomen. Groter geworden.
Ik heb zelfs berekeningen gezien, maar ja, het is een slag in de lucht, dat geef ik direct toe. Maar dat in de dagen van de zondvloed, dan praten we dus ongeveer over ruim 16 eeuwen later, sinds Adam, dat de mensheid toen dat de populatie groter was dan de huidige mensheid. Ik zeg niet dat het zo is, maar als de omstandigheden toen de tijd zo ideaal waren, mensen werden bovendien zo oud en de vruchtbare leeftijd was veel langer, ja, dan zou dat zomaar kunnen. Het is zomaar een gedachte, maar daar denk je meestal niet over na, hè, over zulke dingen. Seth was dus in zijn 105e jaar en we schrijven dat zo erbij. En dan lees je in vervolgens, en Enos, hij gewon dus Enos, en Enos leefde 90 jaren en hij gewon Kainan. Ja. Het hangt er een beetje vanaf welke vertaling u hebt, hoe die spelling dan precies, maakt niet zoveel uit. In ieder geval, hij gewoon Kenos. Je leest trouwens over Enos. Weet u dat? Wat er gebeurde in de dagen van Enos? Staat er ook in de Genesis. Er gebeurde iets bijzonders. Hè? het stond iets in die trant. Er staat in die dagen. Dat is op zich trouwens tamelijk mysterieus hoor. In die dagen begon men de naam van Yahweh aan te roepen. Nou ja. Ik zei al, we doen de vogelvlucht, hè? We gaan vervolgen de tijdlijn, daar gaat het eventjes om. En we plaatsen die mensen gewoon keurig in de volgorde. En dat betekent dus, we noteren hem er ook bij en we noteren, dat was dus ergens halverwege het jaar 323. En Kainan, ja in die zin wordt het een beetje saai, dat ik waarschuw omdat ik verder niet zoveel details erbij vermeld. En Kenan, hij leefde 70 jaren en hij gewon Mahalalel. Kom eens hier, Mahalalel. Dus, we gaan eten, Mahalalel. Ik ken hier een jongen in de zaal die niet zo tevreden is met zijn naam, maar ik vind Mahalalel, nee, dus zo zou ik mijn zoon geloof ik niet zo gauw noemen. Trouwens wel een prachtige betekenis, want dat betekent tot prijs van God. Maar halal, hè, dat heeft niks te maken met het Arabische halal, maar dat betekent halleluja, prijzen, en el, dat is God. Dat wil zeggen, mahalalel, tot lof of tot prijs van God. In die hele lijn, daar zitten ook in de naamgeving, de betekenis van de namen, en zelfs de volgorde van de betekenissen van die namen, daar zit zoveel in besloten. Ik wil er ooit nog een keertje over spreken, ik beloof het bij deze, dat zelfs als je al die namen op een rijtje gaat zetten, van Adam tot Noach, dan krijg je, en je vertaalt die namen, dan krijg je zelfs een zin, en dan staat er gewoon in die ene zin het hele evangelie. Ik ga het nu niet vertellen, dat bewaren we, maar het is wel boeiend. Ik wil maar zeggen, ook in die zin is er zoveel samenhang, maar ook ligt er zoveel verborgen. Want wat wij nu doen, hè, we tellen nu gewoon keurig op. Hè, dat doen we iedere keer, we noteren het jaar en we rekenen daarmee en we tellen daarmee op. Feitelijk nodigt de Bijbel daartoe uit, gewoon omdat ze zelf ook daarmee rekent. Maar ze laat ons als het ware ook die optelsom. Dat mogen we zelf dan doen. Nou, dat doen we dan ook. Maar de Bijbel rekent gewoon ook. Sommige mensen die denken, ja, die Bijbel dat is een vaag, gaat om het verhaal. Nee, de Bijbel rekent. Het is historie. Gewoon die mensen die hebben geleefd, die zijn geboren in een bepaald jaar. En dat is niet zomaar. Dat wordt met reden wordt dat vermeld. En wij rekenen met de schrift. Ja, dat is mooi gezegd, hè? Wij rekenen met de schrift. En vanuit de schrift. En op de schrift ook. En dat bedoel ik dubbelzinnig. Maar dat is precies wat het is. En Mahalalel, hij leefde 65 jaar. En toen kreeg hij AOW natuurlijk. En toen hij gewoon Jered. En
Wij vermelden zijn naam en zijn leeftijd er eventjes bij. En Jered leefde 162 jaar en hij gewoon Henoch. Hé, hey, die kennen we ook natuurlijk. Hè? Henoch. Zijn naam noteren we ook en zijn leeftijd. En dat was in het jaar 619 dat Henoch werd verwekt of geboren. En dan lees je, en Henoch, hij leefde 65 jaar en hij gewon. Wat zei ik nou? Ook 65 jaar, oh, wacht even, twee keer. Ik denk, zit ik nou namen door elkaar te halen, maar Mahalalel was 65 dat hij Jered gewon en nu ineens valt mij op ter plekke dat Henoch ook 65 jaar was toen hij Methusalem of Methusalach verwekte. En die Henoch die is vooral bekend natuurlijk omdat hij met God wandelde. We lezen trouwens ook over hem dat hij profeteerde in een kennelijk een zeer vijandige omgeving. Hij was de zevende van Adam, staat er in Judas. Hij was de zevende van Adam. Staat niet in Genesis zo vermeld hoor. Maar als je rekent, zie je dat trouwens dat de Bijbel zelf ook rekent. Hè? Hij was de zevende van Adam. Nou, kijk maar naar. Keurig. Nummer zeven. Zevende generatie. De zevende erfgenaam, zeg maar. De kroonprins, zo u wilt. Afijn, Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaren en hij gewon zonen en dochteren. En hij wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En als u mij vraagt, werd hij gewoon ergens anders op aarde overgeplaatst. Maar dat is weer een verhaal apart. We gaan verder. Wij noteren ook hier de leeftijden en we tellen op. Neem me niet kwalijk. En Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. Ook die noteren wij. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon en hij noemde zijn naam Noach. Aha. Dus Noach werd geboren in het jaar 1051. Ja. En daar kom ik straks nog even op terug trouwens. Hij werd geboren in het jaar 1051. Hou hem nog even vast. En dan lees je, nou, voor wat weten we van Noach nu? In het 600ste jaar van het leven van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op diezelfde dag zijn alle fonteinen van de grote afgrond opengebroken en de sluizen van de hemel geopend. U weet het. Daar is Noach vooral ook bekend om. Hij was die man die dat gigantische schip bouwde. En ja, en daarin is hij, als het zo is, dat de wereldbevolking zo gigantisch is geweest, dan maakt het trouwens nog des te sterker, hoe miniem aantal die vloed heeft overleefd. Sowieso, de Bijbel zegt 8 zielen. De rest is omgekomen. Had ook nog een heel andere reden, want je leest namelijk dat in de tijd die daaraan vooraf ging, toen zagen de zonen Gods dat de dochters van Adam schoon waren en die gingen tot hen in, die hadden gemeenschap en toen ontstonden de giganten. De Nephilim. Daar moeten we ook nog eens een keer over spreken. Oh, er liggen nog zoveel onderwerpen. Want wat is dat voor een merkwaardig verhaal zeg. Wat gebeurde er toen? Wie zijn die zonen Gods trouwens? En waar komen al die mythologieën vandaan? Dan zeggen ze, ja, die zijn allemaal uit de duim gezogen. Ja, maar die komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. En dat heeft alles te maken met die gebeurtenis in Genesis 6. En de hele mensheid werd verdorven, ook genetisch, zeg maar. Doordat er erfelijk materiaal, zeg maar, van de zonen Gods vermengd werd met dat van de mensen. Een intrigerend thema. Absoluut. Maar in het 600ste jaar van Noach, begon die grote vloed. En waarbij Noach met 8 zielen, tezamen 8 zielen, in gered werd. En dat was dus in het jaar 1651. Keurig zo bij elkaar opgeteld.
En dan lees je, die vloed heeft 1 jaar geduurd. Want het geschiedde in het, staat er in Genesis 8 dan. En het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste derzelfde maand. U ziet, dat staat de vertaling, een paar eeuwen geleden, zo formuleerde men dat dan. Dat de wateren droogden van boven de aarde. Aha, toen begon het dus weer droger te worden. En dat duurde nog even voordat ze de ark verlieten. Maar in totaal heeft die vloed, die geweldige grote vloed. Zondvloed betekent trouwens ook, heeft niks met zonde te maken, maar het heeft te maken, het is oud-Nederlands voor een grote vloed. In het 601ste jaar hield dat dus op, dus die vloed die duurde 1 jaar. Ik begin even met een, vanwege de ruimte, eventjes weer met een nieuwe kolom. In het 1651 begon de vloed. Een jaar later eindigt die, dat was dus in 1652. En dan lees je in Genesis 11, deze zijn de geboorten van Sem. Sem was 100 jaar oud en hij gewon Arfaxad 2 jaar na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfaxad gewonnen had 500 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Aha, dat betekent dus 2 jaar later, dit was het einde van de vloed, 2 jaar later werd Arfaxad verwekt. En dat was dus in het jaar 1654. En Arfaxad, we gaan gewoon verder. Hè? We komen vanzelf wel bij Abraham uit. En Arfaxad, hij leefde 35 jaar. Hé, dat is eigenlijk genadig. Ineens kom je heel andere leeftijden tegen. Ik moet erbij zeggen, men werd nog respectabel oud, hoor. Nog onvergelijkelijk met onze leeftijden. Maar als je dat even in een statistiek zou vatten, dan zie je echt na de zondvloed een dramatische terugval in leeftijden. En dat geldt trouwens ook voor de verwekkingsleeftijden. Die zijn ineens vele malen jonger. Ja, en waaraan heeft dat gelegen? Meestal wordt dat geweten, maar dat is ook weer buiten Bijbels. Hoe kwam het ineens dat die leeftijd ineens zo afnamen? Had dat te maken inderdaad met het klimaat? Of dat er door de zondvloed dat daar de beschermende laag in het luchtruim, zeg maar, zodanig was aangetast, zodat de mens niet meer zo oud werd of afnemend? Want je ziet ook na de zondvloed neemt het nog steeds af. Die leeftijden. Eigenaardige dingen. Ik zei al, we praten over een wereldtijd, over een aion. Ja, inmiddels bij de zondvloed is de huidige aion dan begonnen. Maar we praten over tijden, ja, duizenden jaren geleden. Totaal andere omstandigheden. En het is lastig om je daar een goed beeld bij te vormen. Want we moeten het doen met deze informatie. Arfaxad leefde 35 jaar en hij gewon Sela. Dat is, voor de Bijbelkenners onder u, is dat een wat lastig verhaal. Want je leest in Lucas 3, waar we ook dus een geslachtsregister vinden, die helemaal van Adam tot Christus doorgaat. En daar vinden we een andere naam vermeld, waarbij niet Arfaxad de vader is van Sela, maar Kainan. Hé, hoe kan dat? Had hij 2 vaders? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor te geven. Maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk dat Kainan een stiefvader is geweest. Of via het zwagerhuwelijk, of zoals dat in de Bijbel dan heet. Ik weet het niet. Daar gaan we ons ook niet mee bezighouden. Genoeg is het om te weten, we vermelden dat ook. Arfaxad leefde 35 jaar en hij gewon Sela. En dat was dus in zijn 35ste jaar en we vermelden zijn leeftijd. En Sela leefde 30 jaar en hij gewon Heber. Heber, dat is een bekende. We noteren zijn naam, dat was dus in het jaar 1718 na Adam. En deze Heber, die kennen we. In feite speelt die naam in de rest van de Bijbelse geschiedenis een enorme grote rol. Want Heber, dat is de oorsprong van de naam Hebreeën. Hebreeën zijn feitelijk de afstammelingen van Heber.
En Heber betekent trouwens een doortrekker. Dat is de gedachte van een pelgrim. Eigenlijk van de overzijde. Het woord Hebreeuws betekent eigenlijk ook, het komt van de andere kant. Dat daarmee is ook iets gezegd, wat zeg ik, heel veel gezegd, over de kwaliteit van die taal. Dat is de oorspronkelijke taal. Het is de taal van de overkant. Dat is eigenlijk wat Hebreeuws letterlijk betekent. Wat heeft te maken met die naam Heber? Hij was dus een van de voorvaderen van Abraham. En Heber leefde 34 jaar en hij gewon Peleg. Aha, noteren wij ook. Dat was dus in het jaar 1751. Die Peleg, daar is een heel belangrijke gebeurtenis, heeft in zijn dagen plaatsgevonden. Want, lees je in Genesis 10, Peleg, in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En dat wordt, ik weet niet of je zich ooit wel eens een keertje bezighouden hebt met deze dingen, met deze registers. Maar er is nogal wat meningsverschil over de vraag wat dat dan precies betekent. Dat in zijn dagen de aarde werd verdeeld, betekent dat toen de continenten op drift geraakten en dat de grote oceanenbekkens ook ontstaan zijn, dat wordt gezegd. Anderen, en dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring, dat Peleg leefde in de periode van de torenbouw van Babel. Namelijk, en toen werd de aarde inderdaad verdeeld in volkeren. Toen pas gingen de volkeren uiteen. Tot die tijd waren ze gewoon samen geklonterd. Overigens, u moet er zich realiseren dat de wereldbevolking nog hartstikke klein was. Dat kan niet anders. Ook al ging het explosief, en dat mag je aannemen, die bevolkingsgroei, maar dan nog is het piepklein geweest. Dit was precies 100 jaar na de vloed. Nou, als aangenomen dat dit inderdaad de tijd was van de torenbouw van Babel, was dat dus, nou, na de vloed waren er 8 zielen. Nou, 100 jaar later, dat kan enorm snel gaan, dat weet ik. Maar dan denk je nog in ieder geval niet in termen van miljoenen mensen. Dus de wereldbevolking is gewoon nog hartstikke klein geweest. Volkeren waren van origine gewoon ook families. Ja, als ze dan vervolgens uit elkaar groeien en al die families die settelen zich. Dat was ook een spraakprobleem natuurlijk, men verstond elkaar niet. En zo, dat was een natuurlijke dwang, een moeten om gescheiden vervolgens op te trekken. En al die populaties die gingen onafhankelijk zich opstellen. En dat waren dus uit de kluiten gewassen familie, zouden wij zeggen. En ja, als er dan ook nog eens een keertje oorlog en ruzie ontstond, was er ook de noodzaak om hun dorpje, om hun nederzetting te ommuren. En dan kreeg je een stad. Maar groot is dat allemaal niet geweest. Dat kan niet als je deze lijn, ook deze tijdlijn volgt. En Peleg, we gaan verder. En Peleg leefde 30 jaar en hij gewon Reu, staat genoteerd. En Reu leefde 32 jaar en hij gewon Serug, ook dat noteren we meteen. En Serug leefde 30 jaar en gewon Nahor. Hey, die naam kennen we. Want dat was de vader van Tera, heel goed. Ja. Goed opgelet met de zonderschool. Serug leefde 30 jaar en gewoon Nahor. Ook dat noteren we. Dat was dus in het jaar 1840, sinds Adam. En Nahor leefde 29 jaar en hij gewoon, Tera. Nu komen we heel erg dicht bij de figuur waar we moeten arriveren, namelijk Abraham. Nahor leefde 29 jaar. En Tera, nou wordt het misschien nog een beetje complex. En Tera leefde 70 jaar. En hij gewon Abram, Nahor en Haran. Hey, ook weer een Nahor. Dat wordt wat verwarrend natuurlijk. Dus als je, dat kennen we alles, hè? Dat kennen we allemaal, dat fenomeen. Dat je in families, dat namen door de generaties heen overgenomen worden. En zo ontstaan ook bijnamen. Tera leefde 70 jaar en hij gewon Abram, Nahor en Haran. Nou, zou je denken dat Abram de eerste was?
omdat zijn naam het eerst vermeld wordt. Nou blijkt dat dat niet zo is. Abraham is weliswaar, hij wordt het eerste genoemd, maar we weten, het wordt hier niet gezegd, maar uit vergelijking met andere Bijbelse gegevens kan Abraham onmogelijk de eerstgeboren zoon geweest zijn. Hij was, maar dat is, en dat is eigenlijk ook al karakteristiek voor de rest van het Bijbelse verhaal, een eerstgeborene is nooit een eerstgeborene. Ik bedoel, een eerstgeboren zoon is niet als eerste geboren. Hij krijgt dat eerstgeboorterecht. Maar eigenlijk misschien wel de clue van het boek Genesis, ik overdrijf. Maar het is een belangrijk gegeven in heel het boek Genesis. Het begint dus al hier, in ieder geval, dat de eerstgeborene nooit als eerste geboren is. Het eerstgeboorterecht gaat altijd naar de tweede. Dat was vervolgens, niet, het was niet Ismaël, maar Isaac. En het was niet, niet Esau, maar Jacob. Nou, ga maar na. Ruben. Hè? Maar uiteindelijk werd het Jozef. En het werd niet Manasse, maar het werd Efraïm. Nou, eigenlijk werd de hele Bijbelse lijn door. Het eerstgeboorterecht ging naar de tweede. Daar zit een geweldige Bijbelse waarheid achter. Hè? Want, nee, daar gaan we het niet over hebben. Maar daar moet u eens over nadenken. Waarom zou het eerstgeboorterecht niet naar de eerste, maar naar de tweede gaan? Afijn, Tera leefde 70 jaar. Nou weten we, lees even mee, in Handelingen 7, daar staat er. Toen ging hij, en daar heeft Stefanus het over. Dan geeft hij ook even een verslag, een kort verslag van de Bijbelse geschiedenis. En dan zegt Stefanus, toen ging hij, Abraham, uit het land van de Galdeeën en hij woonde in Haran. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land. We weten van Tera dat hij 205 jaar geworden is. En Tera stierf te Haran. Aha, en nou lees je dat Stefanus erover zegt, en vandaar vertrok Abraham nadat zijn vader gestorven was. Nou weten we ook nog eens uit Genesis 12, kijk, dat is nou Bijbelstudie, schrift met schrift vergelijken, want dan passen de stukjes keurig in elkaar. En Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran ging. Aha, nou kunnen we een sommetje maken, want dat betekent, toen Tera stierf, dan was hij 205 jaar oud, toen was Abraham 75 jaar oud. Met andere woorden, dus was Tera bij de geboorte van Abraham, 205 min 75, 130 jaar. Wij noteren in het 130ste jaar, oftewel als je het rekenkundig, 129,5. Ja? Ja, er zitten hier accountants in de zaal, die ik weet dat ik nageteld word. En je kunt allemaal keurig optellen. Ah, nou wordt die frappant. Want nou gaan we optellen en dan komen we bij. De geboorte van Abraham, dat was in het 130ste jaar van Tera. En dat was, tel het maar op, in het jaar 2000, anno hominis. Hé, is dat niet opmerkelijk? Hier worden twee millennia afgesloten. Of zo u wilt, een nieuw millennium vangt hier aan. In het jaar 2000. En het opmerkelijke is, de Bijbelse geschiedenis is tot aan het Messiaanse Rijk is onder te verdelen in 3 keer 2000 jaar. We gaan het straks, ook de komende bijeenkomsten over dit thema, gaan we het zien. Echt tot in detail. Echt, dat is zo buitengewoon. Nu hebben we alleen maar de eerste 2000 jaar even in vogelvlucht bezien. We zijn met 7 mijls laarzen door die generaties gegaan. En wat zien we? Het eindigt dan bij Abraham. Althans, eindigen wij nu hier. En toen werd hij geboren. Een nieuw millennium. Het jaar 2000. Nou, is er nog iets eigenaardigs? Daar lees je in Genesis 9. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Met andere woorden, ja, hij stierf in zijn 950ste jaar. Hij was dus 949 jaar oud, hè? Zo zeggen we dat dan. Hij was geboren, maar ik had u al gezegd, onthoud dat jaartal even. Hij was geboren in het jaar 1051.
Toch? Weet u het nog? Hij was 949 jaar oud, of 2,5. En dus dat betekent dat hij in het jaar 2000 stierf. Met andere woorden. Noach stierf in het jaar dat Abraham werd geboren. En ja, ik zou zeggen, lieve mensen, wij hebben nu niet de tijd om nou eens eventjes 5 minuten even stil te houden en daarover te gaan brainstormen. Gewoon. Maar het is toch een heel opmerkelijk gegeven dat terwijl Noach stierf, Abraham werd geboren in datzelfde jaar. Het is, kijk, Noach representeert in het algemeen de wereld van de voortijd. Zo wordt dat in de Petrusbrief ook genoemd. Noach markeert hij was voor de vloed geboren, was hij al 600 jaar oud trouwens. En daarna heeft hij ook nog zoveel 100 jaar geleefd. Maar Noach staat voor die hele tijd tot aan Abraham. Abraham representeert een heel nieuwe fase, dat lijkt me toch volstrekt helder, een nieuwe fase in Gods plan, de uitroeping van een volk. Hier bij de geboorte van Abraham, hij zou later geroepen worden, en dan wordt die, ja, vanuit hem ontstaat een volk. Dat in Abraham en zijn zaad zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar allemaal via Abraham. En via Abraham komen we ook Isaac, Jacob en uiteindelijk, ja, via Juda, David komen we uit bij Jezus Christus. Dat is de Messiaanse lijn. Maar die begint bij Abraham. En hier vangt een heel nieuw millennium aan. Het is trouwens ook, maar ik herinner er alleen al even aan. Later in deze serie zal ik daar veel uitgebreider op doorgaan. Dat betekent dus ook dat Abraham werd geboren in het 40ste jubeljaar. Het is een beetje een, zoals dat netjes heet, een anachronisme. Dat wil zeggen, het fenomeen jubeljaar bestond in die dagen nog niet. Maar als je het met terugwerkende kracht zo daartegen aankijkt, met die bril, dan was het jaar 2000 dus het 40ste jubeljaar. Daar zullen we nog heel veel meer over horen. Dit is niet zomaar voor niks. Ja, en daarmee hebben we eigenlijk de inleiding tot de Bijbelse chronologie, zeg maar, voltooid. En als je zou het ook zo in een lijn kunnen laten zien. Ik heb het vanaf het jaar 1 tot aan het jaar 2000 laten zien. En al die namen kun je gewoon keurig als een ruggengraat, kun je gewoon markeren de leeftijden waarop zij geboren werden, of de verwekkingsleeftijden, kun je gewoon allemaal aanstippen. Je kunt een totale leeftijd daar ook nog erbij tekenen. Heb ik niet gedaan. Maar je kunt er een prachtige tabel van maken. Maar wat nu voor morgen van groot belang is, is dat de Bijbel de jaren rekent. En wij rekenen mee en wij zijn nu uitgekomen bij Abraham. En dat is dus een hele markante mijlpaal. Het jaar waarin Noach sterft, het jaar waarin een heel nieuwe fase van de heilsgeschiedenis aanvangt, namelijk Abraham wordt geboren. Ja, en dan is er natuurlijk nog heel veel meer te vertellen. De volgende keer, dat is zo de Heer wil, 11 februari, gaan we gewoon verder met deze Bijbelse tijdlijn in vogelvlucht. En ik zal u vertellen, de structuren, die stapelen zich op en onder de oppervlakte, want de Bijbel vermeldt, wij moeten zelfs het rekenwerk doen. De Bijbel geeft gewoon de data en wij rekenen daarop. En wat je dan ziet, is fenomenaal. En dan gaan wij ons bezighouden met de tijd van Abraham tot de uittocht. En dat is slechts 500 jaren. Maar ik geef u de verzekering, daar is een heleboel over te melden. En dat gaan we dan doen. En wij moeten nu echt stoppen. Ja, want 11:30 worden we hier uitgeschopt. Wij gaan een lied zingen.
Vader nog danken. Wat een geweldig groot God bent u, die de tijden in uw hand hebt. Maar ook mijn tijden hebt u in uw hand. De grote wereldgeschiedenis, we hebben vanmorgen zo, zijn we door de millennia heen gestapt en overheen gevlogen. Maar dan zien we dat u het alles beschikt en u was daar. Toen bij de creatie van Adam. U hebt al die generaties geleid in een totaal andere leefomgeving. En het is moeilijk om ons in onze dagen daar nog een voorstelling van te vormen. Maar u hebt het nodige daarover gezegd. En we mogen rekenen. Uw woord zelf rekent ons ook voor. En het is geweldig om te ontdekken waar we uitkomen. En we danken u dat we onder de oppervlakte van de schrift zulke geweldige goddelijke structuren ontdekken en ook nog zullen ontdekken. En juist daarin zien we ook het watermerk van de schrift. Het is goddelijk design. We prijzen onszelf gelukkig bij dat we bij het licht van zo'n woord mogen leven. Dat we op zo'n God ook werkelijk in de praktijk mogen en kunnen rekenen. Dat we erop kunnen bouwen. Dat u zegt, zo is het. En dat we daar ook werkelijk de rotsgrond onder onze voeten voor mogen hebben. En dat we daarom ook vrede in het hart hebben. Dat we daarom ook met vertrouwen uit mogen zien naar die toekomst. Want zo betrouwbaar als u hebt gesproken en hebt laten optekenen omtrent het verleden, zo solide is ook uw woord aangaande dat wat nog gaat komen. We danken u, Vader, dat we zo in het leven mogen staan. Met een opgeheven hoofd, met rust, met vertrouwen, met hoop, werkelijke verwachting. En dat we zo ook van hier mogen gaan. We danken u voor dit samen zijn. Voor het feit dat we elkaar mogen aanmoedigen en mogen wijzen op die grote God die nooit teleurstelt. Dat vertrouwen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, de redder van deze wereld, dragen we dat alles zo in uw handen. Amen. We zingen nog één lied. Twee coupletten. Dank nu al een God. Maar voorafgaand, zoals we gewend zijn, dan gaat het collectezakje nog even rond. Voor de bestrijding van de onkosten. En André gaat ons mooie dingen laten horen. Dat weet ik nu al.
netjes. 11:58 hebben wij de boel afgesloten. Maar 11:30 moest u ook allemaal deze zaal verlaten hebben. U bent gewaarschuwd. Overigens, er is... u kunt uiteraard nog een kopje koffie gaan halen, geen enkel punt. Maar deze zaal moet ingericht worden voor andere bezigheden vandaag. Ik wijs u nog even op, maar ik heb hem eigenlijk al aangekondigd. De eerstvolgende bijeenkomst is zondag 11 februari. En we gaan verder met de Bijbelse tijdlijn. En er zijn Bijbelstudies eerdaags aankomende donderdag in Bodegraven. Gaan we weer verder op de evangelie naar Johannes. Nou ja, enzovoorts. U kunt meer erover lezen op de website van goedbericht.nl. Lieve mensen, ik zou zeggen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Tot ziens, wel thuis en God zegen.